Welkom bij deze nieuwe aflevering Vorderingen Station Breda 30. Aan de centrumzijde zijn de contouren van het nieuwe station echt te zien. Een woud van hijskranen zorgt voor de aanvoer van zwaar materiaal op de hogere gelegen delen. De trappen van de straat naar de nieuwe reizigerstunnel zijn geplaatst aan de centrumzijde van het station van Breda. Het interieur van de perrons is modern van vormgeving, terwijl de kiosk nog de oude stijl heeft. De binnenzijde van het station blijft telkens wanneer je er doorheen loopt, je boeien. Gezegd moet worden dat er keurig door de fietsers wordt geparkeerd. 11 bankjes van staal en hout op de 9 vingers boven de onbewaakte fietsenstalling aan de Belkrumzijde van het station Breda. Het project Breda Vooruit naar de afwerkfase. Breda Vooruit heeft een zeer uitgebreid woningaanbod. Van eengezinswoningen en studio's tot luxe appartementen. Dit was het dan weer voor deze keer en graag tot over 4 à 5 weken met de volgende aflevering van Vorderingen Station Breda.